Hallo, hallo, good morning. Dit is alweer de tweede vlog die ik start met een ochtendhoofd. Ja, ik hoop dat jullie er een beetje aan gewend zijn. Het is niet echt de mooiste tijd van de dag. Maar het is zaterdagochtend. Het is bijna 2:00 's ochtends. En ik sta hier natuurlijk niet voor een lolletje. Want ik ga samen met vriendinnen en met mijn zus 1 dag naar Parijs. En ik dacht, laat ik jullie meenemen naar Parijs. En ik ga een soort van vloggen slash sfeer geven. Want ik weet niet hoeveel ik ga vloggen in Parijs zelf. Maar de eerste instantie ga ik sowieso niet zo veel vloggen. Want ik ga slapen. maar ik ben moe en ik moet bijna gaan. En dat wilde ik even zeggen voordat we de bus instappen. En mijn hoofd is wel echt optimaal gewoon nu op dit moment. Maar oké. Oké, we zijn nu in Parijs en we kunnen gisteren nog niet goed. Maar ik ga heel veel sfeerbeelden maken, want ik ga niet koppen. Dus hou ik in je vlog komen, dan heb je gelijk 1000 views. Yay. Ja, ja. Tuurlijk, Tess. Ja.
Parijs en zijn we macarons. Heel lekker, maar we gaan even varen, want bij de stad is het straks heel fijn. Maar ik ben benieuwd, want ik heb het nog nooit geproefd. Het lijkt me echt heel lekker. We zijn nu op dit moment aan het wachten op onze bus en dan gaan we naar de Zakkenkerk. Zit in! En we zijn nu onderweg naar de naar het Reuzenrad inderdaad. Dit zijn we vlog takeover. En dan gaan we nog even in en daarna stappen we op de bus en dan gaan we weer naar huis. Ja, dit is toch weer voorbij. Helaas. Maar het was echt super leuk. En ik hoop dus dat jullie een beetje een leuke sfeer hebben kunnen geven van hoe het er een beetje vandaag was. Want ik heb deels gevlogd en deels ook jullie gewoon sfeervideo's lopen. En we lopen weer over een zeven pad. Parijs is echt geweldig. You should come. Oh, en ik heet Fea, by the way. Ja, en ik heet Lisa. Want ze kunnen onze naam niet zo goed handelen, maar... Ah, oké, smaak. Dit is trouwens al de tweede keer dat ik koffie drink van Starbucks deze week. Ik ben een beetje slecht bezig. Oepsie. Ja, mijn man wordt echt heel lam. Ja. Jeez, Christ, dat ding is waar. Ik heb er nog een.
Oh. Dus dat wordt een 8 uur lange reis en dan zijn we weer thuis. We komen rond 5/6 uur ochtends weer aan in Nederland. Je hebt er zo'n mini stack. Maar nu ga ik slapen, want anders dan ga ik het niet. Bye, buddy.